zouden allemaal in huis blijven, maar het begint hier toch nu een beetje vol te lopen op het pleintje in Dokkum. We staan ook op de daken. Ik dacht dat jullie allemaal thuis zouden blijven. Die alternatievelingen wel eens even zien. Oh, nou dat is mooi. Ja. Kom straks tegen hele mooie muziek. En mooie toespraken. Hij vindt het wel veel trouwens hoor. Nou, u mag uw mening hebben hoor. Zolang u niet gaat schelden. Nee. En ons niet blokkeren op de snelweg. Nee, het heeft geen zin. Ja. Nee, toch? Nou ja, het is wel racisme, hè, dus daar moeten we wat aan doen. Dat zeggen jullie. Ja, zegt de Verenigde Naties ook. Een college voor de rechten van de mens. Bijvoorbeeld dat Sinterklaas nou geen knechten hadden, maar dan hadden ze ook geen werk. Wat zegt u? Dan hadden, nou hebben ze wat te doen. Nou hebben ze wat te doen? Ja. Wat bedoelt u? Nou, ze hebben toch werk of niet? Begrijp ik u nou goed dat u bedoelt dat zwarte mensen niet werken? Nou, of begrijp ik dat u? Dat zeg ik niet, maar zo is dat allemaal gegaan vroeger. Dus, hoe is het vroeger gegaan? Nou, dat is toch ontstaan. Wat is ontstaan? Dat is geen racisme. Ja, dan komt het toch niet uit. Nee, ik denk ook niet dat u naar mij wil luisteren, maar ik ben nog wel blij dat u niet scheldt. Nee, maar zo zijn we niet. Want zo kennen wij de Friesen hoor. Alleen maar schelden en draaien. Oh, jawel hoor. Dagenlang, urenlang. Heel Facebook staat er vol met. Dat zijn geen echte Friesen. Dat zijn geen. Nou, dan ben ik heel blij dat u dat zegt. Nou. En nog maar een keertje. Het is heel fijn dat u niet scheldt en gewoon beleefd blijft. Ja. Iedereen zijn mening. Ja. Ja. Dat klopt. Het blijft een kinderfeest. Dus, ja. Maar het zou wel leuk moeten zijn voor alle kinderen, hè? Ook voor zwarte kinderen. Ja. Maar wat is er mis mee dat Sinterklaas Zwarte Piet heeft gedaan? Omdat het uiterlijk van Zwarte Piet is racistisch. Het lijkt op het uiterlijk van een kindslaaf. Ja. Dus dat is niet zo leuk voor zwarte mensen. Ja. Helemaal niet voor kinderen. Ja, die hebben er geen problemen mee. Jawel hoor, die worden gepest. Ja, als Chinezen ook. Nou, dat is ook niet leuk. Nee. Dus, ja. Ach, het is mooi dat jullie in Dokkum zijn. Dus, Nou, oké. Nou, geniet van de muziek straks. Ja, dat weet ik niet. Oh, ik denk dat het heel leuk wordt hoor. Ja, dan is het een muziekfeest. Ja. Nee, er komen ook wel speeches en dan tussendoor muziek, denk ik. Oh, zo ja. Ja. Nou, heel veel plezier. Oké.